Ik ben Christel Kouliena. Samen met mijn man Bert Nering runnen wij de struisvogelboerderij Schobbejakskoogte. Dus dat is hier het hoogste punt van Aarselen. Dus we hebben een enorm overzicht over onze struisvogels. Mijn man is eigenlijk echt wel een hele grote vogelliefhebber. 30 jaar terug zijn we begonnen met 2 vogels. En van het een kwam het ander. En zo zijn we nu toch aan een 1500 vogeltjes. Wij waren vroeger met 160 bedrijven. En nu zijn we de enige nog in België. Zuid-Afrika is eigenlijk de bakermat van de struisvogels. Maar je moet geen 10.000 kilometers doen achter een stukje struisvogelvlees. Hé. Het is effectief donkerrood. Hé. Je zou dat niet verwachten, want het behoort tot kip, kalkoen. Maar het is wel mager. Je kunt het vergelijken met een gewone steak, maar iets zoeter van smaak. Korte keten, wat is dat specifiek? Zelf ons dieren opkweken eigenlijk. We slachten hem in ons slachthuis. Het gaat nergens naartoe, dus de mensen weten perfect van waar dat het komt. We hebben ook onze paté die we maken. Wij maken ook onze advocaat eigenlijk van de struisvogel eieren. Dus dat zijn allemaal West-Vlaamse hoeveproducten. Met één struisvogel ei kunnen we ongeveer 8 cakes bakken. Als je een eitje wil kopen. Ongeveer een uur en een half. Dan heb je hard gekookt ei. Je kan ook geroerd ei maken. En dan doen we daar champignons bij, tomaatjes bij, paprika bij. Om eigenlijk dan samen een avondmaal te eten. Dat is ideaal eigenlijk.